ik ben Inge Pauls van Toscaanse Hoeve. Welkom op de DVD die uitlegt hoe je kan werken met therapiedieren. We gaan één voor één overlopen wat de mogelijkheden zijn. Eerst en vooral komen we terecht in een lagere school, het project Kind en Hond, waar we kinderen leren om op de juiste manier om te gaan met honden. Dit om bijtincidenten te voorkomen. Vervolgens kunnen we therapiedieren ook inzetten in instellingen voor bejaarden of bij bejaarden thuis of in andere instellingen, waar dat heel veel mensen heel blij zijn dat er een huisdier op bezoek komt. Dit maakt mensen socialer, levender, gelukkiger, spraakzamer enzovoort. Therapiedieren kan je ook inzetten in de echte therapie, met een therapeut. Je kan dat met ergotherapie of fysiotherapie, om handen en voeten terug opnieuw te gebruiken naar revalidatie. Of je kan dat bijvoorbeeld met een leeshond in te schakelen. Mensen of kinderen die moeilijker zijn in hun spreken, die kan je dan laten voorlezen voor een leeshond die heel aandachtig luistert en niet veroordeelt. Natuurlijk hebben we ook onze therapiehonden die terechtkomen in het hulpcircuit. Naast de rolstoel lopen of dingen aangeven, het licht aan of uit doen en dergelijke. En we laten jullie even een stukje zien hoe je deze dieren kan trainen. Als laatste kunnen we onze therapiehonden ook gebruiken in het circuit van de medische wereld. We kijken hierbij naar de honden die epileptische aanvallen kunnen voorspellen of die een hypo-aanval bij een diabetespatiënt kunnen voorspellen. Veel plezier met het kijken van deze DVD over therapiehonden. Hey, Inge. Hey, Rijko. Hier zijn we weer voor ons dagelijkse oefening. Hey, man. Oh god. Hey, ga je me helpen, jongen? Ja. Rijko. Hey, ga je me helpen? Ja, en vandaag hebben we iets speciaals meegebracht. We hebben eten voor hem meegebracht. We gaan niet met de pootjes weg. Is dat niet vet genoeg? Kijk, ons dit. Is dat niet dik genoeg, hè? Vandaag hebben we allerlei doosjes meegebracht. En de bedoeling is dat je natuurlijk zo goed mogelijk met die handen gaat proberen te werken. Zeker met je slechte hand. En dat je hem een snoepje kan geven. Oei. Hoe moet dat, hè? Je tweede hand mag meewerken, hè. We zitten al heel ver gevorderd nu, dus dat kan al. Voilà, zie je. Rustig, Rijko. En daar zit het snoepje. Oh, ja. En dan mag je zien dat je daar een stukje afbreekt, als dat kan. Kan dat? Of is dat te sterk? Ah, nee, dat kan niet. Nee, dat gaat nog niet. Oké, dan mag je dat helemaal geven aan hem. Alsjeblieft. Voilà. Oh, dat is niet lekker. Is niet lekker? Rijko. Het is niet lekker, denk ik. Het is helemaal niet lekker, hè? Moet ik teruggeven. We gaan een ander snoepje proberen. Ja, een kleiner snoepje. We moeten teruggeven. Een doosje naar mij teruggeven, ja. Maar je moet het wel dicht doen, hè? Kom op. Ja. Voilà. Heel goed. Zie je wel dat die hand dan mee wilt? Ja, dat is best. Voilà. Alsjeblieft, een nieuw doosje. En hoeveel moet ik het daaruit halen? Een paar. Een paar, hoeveel is dat? Twee? Ah. Ja, dan moet je dat? Tuurlijk mag je dat. Maar jongen toch. Wie wordt er eigenlijk verwend? Ik en dan jij? Mag je het terug toedoen. Nog een ander doosje. Wat verdikken. Alsjeblieft. En probeer nu eens met die andere hand er snoep uit te halen. Ja, heel goed. Oké. Ah, nu weet ik waarom je zo dik geworden bent. Waarom moet je die snoepjes krijgen? En we gaan eens iets anders proberen. Het is een speciaal slating. Oké. Hé, hey, rustig. Eentje is genoeg, jongen. Dat eten veel te graag, dit. Dat eten veel te graag. Man. Oké. En pak eens met die andere hand dit aan. Voilà. En dan gaan we ook met die hand het doosje open trachten te doen.
Ja, goed zo. Ja, kijk. Kijk eens. Oké. Dat is bijna op. Oké. En als laatste, een klein doosje. Ik probeer ook eens met die hand. Even wachten, Rijko. Het komt er direct aan. Ja. Goed zo. Nee. Eén is genoeg. Ja, één is genoeg. Je hebt al genoeg gesnoept. Dank u. Oké, en nu ga ik met Rijko terug naar buiten. Maar we gaan hem eerst aankleden. Dus hij kan niet zo bij mij op straat. Dus je gaat zijn leiband moeten aandoen. Je hebt er twee handen voor nodig. We gaan die hand dus ook gebruiken. En dan gaan we die gesp aandoen. Probeer die er maar bij te betrekken, dat kan. En deze hand, wat doet die? Ja. Oké. En het is een beetje koud vandaag, dus we gaan hem ook een jasje aandoen vandaag. Dus die komt zo, dus jij mag het vastmaken. En... Man, jij moet wel Sinterklaas spelen, denk ik. Oké. En we gaan hem met die hand proberen. Kusjes, ja. Je krijgt heel veel kusjes. En hieronder is ook nog een gespje. Kan ik hier niet bij, hè? We gaan... Iets dieper. Je gaat even zo, voilà. Oh. En dan ga je... Oeh, hij schuift uit. Ik probeer die hand maar bij te betrekken. Ga wel. Oké. Okay. Dan zien we jou terug morgen. Oké. Okay. Goed. Tot morgen dan. Tot morgen, Jos. Dag, Rijko. Hi. Hi. Hallo, vandaag neem ik jullie mee naar de bejaarden. Lut, een van onze bezoekvrijwilligers, gaat samen met haar therapiehond Zoe op bezoek bij deze familie. Gaan jullie mee? Goedemiddag. Goedemiddag. Wat wil je zeggen? Ik kwam op bezoek met Zoe. Ik kom ze wat de kikkie schoon tot ze gewassen is. Ik ben met haar naar de kapper geweest. De kapper, voel eens aan. Nee, durft je niet. He? Voel eens aan, durft je niet. Super dan. Gewoon, daar is zeker. Zo weer draaien. Dat is zeker. Het is helemaal. Dat was het. Gewoon van drie uur. Dat is dezelfde. Twee kolkers. Sorry, kom eens. Sorry, zo, kijk. Veel is aan. Voel eens, durft je? Ja, dat durf ik niet. Durft je niet? Ik ken de honden al aan. Ken je de wilt je de honden snoepje geven? Ja, blijf. Wilt je ze snoepje geven? Geef je dat het wel. Je hebt dat een hond. Hè? Dat een hond geven. Dat hè? Ja. En dan moet je het doen. Aan de hond, kijk hè. Dan hoop je tegen te krijgen. Oké. Zeg, dan moet je het doen. Een hond geven, een hond pakt dat aan. Een hond pakt dat aan. Zo, gaas mooi zitten. Gaas mooi zitten. Ja, ja. Mag je eens goed bij de pak? Geef hem aan. Geef hem aan. Ja, kom eens aan. Geef hem aan. Ja, kijk. Anders moet je het doen. Nee, hier de val. Die hond op. Nee. Dat zo eet. Sorry, daar, eet. Sorry, pak het. Sorry. Daar, pak het. Durf je het niet. Hier. Daar. Sorry.
pakken. Oh. En wilt je ze nog eens proberen? Dat zou moeten, dat is de kikker erdoor. De kikker erdoor, dus pak dat maar eens. Hé, pak het maar eens vast. Chef, let erop, hè. Oké, in een boom.
oogje. Maar oh, even stoppen. Wat is hier nu een beetje verkeerd? Klein beetje. Hij komt helemaal achteruit. Hè? Dus de hond ziet jou helemaal niet. Kijk, hij moet helemaal draaien om jou te zien. Dus het boogje is goed, maar probeer eens een boogje zo te hebben dat je vooraan de hond eindigt. Ik probeer staan. Oké, voilà. Nu eindig je vooraan. Wat ga je nu doen? Absoluut mag je me aaien. Even snuffelen. Voilà, kom zelf al snuffelen. Ik doe het al recht, hè? Op de rug. Voilà. Dus heel goed. Je hoofd blijft hoger dan het hoofd van de hond. Nu, dat is hier. Ik ga nog een tipje geven hier. Het beste is, want nu hang je helemaal, heb je gezien, je hangt helemaal over de hond. Heb je dat gezien? Dus we gaan proberen in plaats van hier te aaien, ga je proberen aan de zijkant te aaien, zodat je niet over de hond moet gaan hangen. Want als een, sommige honden vinden het niet leuk dat je over de hond hangt. Oké, we gaan nog eens, ga je proberen nog maar aan deze kant te aaien, de juiste kant. Voilà. Oké, en in plaats van erover te hangen, raken aan deze kant. Zie je? Veel beter. Zien jullie dat het veel beter is?